De 18-jarige Shekwil Joyomunawi kwam zaterdagmiddag op de Ringweg Zuid in botsing met een vrachtvoertuig en heeft ter plaatse het leven gelaten. Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat de 50-jarige vrachtwagenbestuurder RB over de Ringweg Zuid reed. Bij de inhaalmanoeuvre hoorde de vrachtwagenbestuurder een harde klap tegen zijn voertuig. Hij bracht zijn vrachtwagen tot stilstand en zag tot zijn verbazing de bromfietser roerloos op het wegdek liggen. Bij aankomst van de politie van het bureau Münder vertoonde het verkeersslachtoffer geen teken van leven meer.